Hallo allemaal, welkom bij deze eerste aflevering van het nieuwe jaar. We gaan meteen iets leuks doen, we gaan pannenkoeken bakken. Niet de klassieke pannenkoeken, maar wel American pancakes. Het zijn dikke kleine pannenkoeken die door de Amerikanen als ontbijt gegeten worden. American pancakes worden over het algemeen met bosbessen gegeten. In het Ons Bakboek werken ze met rood fruit, maar ik ga vandaag iets meer seizoensgebonden werken en ze maken met appeltjes en kaneel. Om te beginnen ga ik 10 gram boter smelten op een middelmatig vuurtje. Terwijl de boter aan het smelten is, ga ik er bloem bij nemen. Dat is 125 gram zelfrijzende bloem. De bloem ga ik dus zeven. En daar mag nog een eetlepel suiker bij. Nog een snufje zout. Niet te veel. En dan ga ik daar nog een theelepel vanillesuiker bij doen. Moest je geen vanillesuiker in huis hebben, dat is niet zo heel erg. Het receptje kan best zonder, maar ik vind dat het wel een lekkere smaak geeft aan de pannenkoeken. Dus ik vind het wel leuk om het erbij te doen. Dit meng ik eventjes. En dan ga ik een kuiltje in mijn deeg maken. Daar ga ik een ei in breken. En ondertussen ga ik mijn gesmolten boter ook van het vuur halen. Daar mag nog 125 ml melk bij. En de gesmolten boter. Dit ga ik nu mengen met een garde. Zoals je kan zien is dit een dikker deeg dan bij gewone pannenkoeken. Dat is omdat we in dit deeg minder melk doen, omdat we echte dikke pannenkoekjes willen verkrijgen. Zo, het deeg is klaar. We kunnen pannenkoeken bakken. Ik ga er een echte pannenkoekenpan bij nemen. Zoals je kan zien heeft deze lagere randen. Dit is om de pannenkoeken makkelijker te kunnen omdraaien. Dus als je vaak pannenkoeken bakt thuis, is het wel een aanrader om deze in huis te halen. Ik ga daar een klein klontje boter in smelten. Wanneer de boter gesmolten is, ga ik er met een keukenvel even het grootste deel van de boter wegwrijven, zodat we geen te dikke laag vet in onze pan hebben. En dan neem ik er een pollepel bij. En dan ga ik een halve pollepel per pannenkoek gebruiken om de pannenkoeken te bakken. Terwijl deze aan het bakken zijn, ga ik aan mijn afwerking beginnen. Ik ga er één appeltje bij nemen en die ga ik in vier snijden. Het klokkenhuis, dan gaan we verwijderen. En deze die gaan we nu nog in blokjes snijden. Wanneer de randjes van de pannenkoeken gestold zijn en er belletjes op de pannenkoeken komen, dan kan je ze omdraaien. Deze hebben nu nog een paar minuutjes nodig. Ondertussen ga ik opnieuw een klontje boter smelten op het vuur. En daar mogen mijn appelblokjes in. Hier ga ik nog 1 theelepel suiker en 1 theelepel kaneel aan toevoegen. De appeltjes mogen nu op laag vuur een kleine 5 minuutjes verder garen. Zo, en dan gaan we de laatste 3 pannenkoeken bakken. Van deze hoeveelheid deeg kan je ongeveer 6 American pancakes bakken. Ik ga nog eventjes naar mijn appeltjes kijken. Die beginnen er heel goed uit te zien. Die mogen dan een paar minuten bakken op hoog vuur en dan op laag vuur verder garen. Ondertussen zie ik ook dat mijn pannenkoeken klaar zijn. Mijn appeltjes die zijn klaar. Die ga ik van het vuur halen. En dan zijn de laatste pannenkoeken ook klaar. Die mogen bij op de stapel. Afwerken doen we nog met onze appeltjes met kaneel.
Daar mogen nog een beetje bosbessen bij. En als laatste gaan we daar nog de siroop bij doen die je gebruikt voor American pancakes. Ahornsiroop. Zo, een lekker en gemakkelijk receptje voor American pancakes. Het is volgens de traditie trouwens dé periode van het jaar om ze te eten. Tijdens carnaval, op vette dinsdag, vlak voor de vaste. Laat het dus zeker smaken. Je kan dit gerechtje trouwens terugvinden op de website van Ferm. En volgende maand zie ik jullie terug en dan maak ik mijn eigen versie van een quinoa pilaf voor jullie klaar. Tot dan!